In deze rustige straat aan de rand van Hasselt staat een opvallend oranje huis. Zouden hier Nederlanders wonen? Ik ben geen Nederlander. Ik ben geboren en getogen in Hasselt. En mijn man is ook al 33 jaar hier. En hij heeft ook iets voor Hasselt. Ik hou er wel van. Ja, ik vind het prettiger wonen dan in Nederland, waar alles heel erg sterk geregeld is. Het Nederlandse samenleving van de laatste jaren stond mij helemaal niet aan. Ik woon ook al zo lang in België, eigenlijk al sinds dat ik me hier gewoon meer thuis voel dan in Nederland. René Jacobs is dus een Nederlander. Hij is architect en tekende zijn eigen huis, maar de oranje kleur heeft niets met zijn afkomst te maken. Ik werk ook al langer in de Caribbean. We hebben daar een kantoor op Bonaire, een van de Nederlandse eilanden daar. En daar wordt heel veel gewerkt met felle kleuren. Dus die felle kleuren die waren we al een beetje gewend. En we hebben voor oranje gekozen, niet omdat ik uit Nederland kom, maar omdat het een sterke kleur is. Een opvallende kleur. Mijn vrouw vindt het een hele mooie kleur, een warme kleur. We hebben er even over na moeten denken, maar uiteindelijk ben ik er wel blij mee. Dit huis staat in landbouwgebied en is geen volledige nieuwbouw. Het oranje gedeelte is nog een restant van het vroegere huis. Dit deel moest blijven staan, maar de achterliggende stallen maakten plaats voor een moderne staalconstructie. Dit is eigenlijk alleen maar staal en glas. Voor mij een van de meest ideale manieren van bouwen. Het is expressief en het drukt een zekere flexibiliteit uit. Je kunt het staal laten staan en binnen nog allerlei wijzigingen aanbrengen als je dat zou willen. Het achterliggende terras herinnert nog aan de stallen die hier vroeger stonden. De fundering en de steunpilaren zijn blijven staan. Daarbovenop kwam een houten skelet waar in de zomer de druivelaar tussendoor groeit. Ook binnen onderging het huis een complete transformatie. Muren werden gesloopt en er ontstond één grote ruimte. We hebben voor simpele materialen gekozen. Dus de keuken is gewoon, we wilden een witte keuken, dus dat was eigenlijk niet zo moeilijk. Het is gewoon standaard materiaal, MDF met een laminaat. We hebben voor witte Duresco gekozen, dus een Limburgs product. Wordt in Limburg gemaakt, hè. Dus een soort kunststeen. En we hebben voor vloertegels gekozen in het hele huis, omdat we een vloerverwarming en een vloerkoelingssysteem hebben. En dat functioneert het beste als er tegels op de vloer liggen. Als je een warmtepomp installeert, en in ons geval is die gekoppeld aan twee boringen de grond in, dan heb je eigenlijk gratis koeling. Niet een koeling zoals airconditioning. Het is niet zo dat je zegt ik wil nu 20 graden hebben, dat het dan 20 graden wordt. Maar het voelt aangenaam aan als de vloer koud is in de zomer. En het scheelt een paar graden binnen. Het is eigenlijk heel aangenaam. We zijn allebei designliefhebbers. Dus we hebben wel wat stukken bij elkaar gekocht in de loop der jaren. We zijn 60'ers, dus het ging niet van vandaag op morgen. Die zetel die hebben we al 25 jaar. Dus het is allemaal beetje per beetje gekomen. René en Yvette maakten op de bovenverdieping twee identieke slaapkamers met elk een eigen badkamer. De kinderen kunnen dus steeds komen logeren en meegenieten van dit knappe huis op deze idyllische locatie. Dat buitenterras daar, dat is geld waard. Een overdekt terras tegen de keuken, geld waard. Vanaf de eerste zonneschijn zitten wij buiten, eten we elke avond buiten. De avondzon staat erop, je zit uit de wind, je zit droog. Als er een paar druppen vallen, ideaal. Daar raad ik iedereen aan om zoiets te maken.